trok de broek uit en ik zag het hoofdje al. En daarna ging alles gewoon heel snel. 1 september was de laatste ontmoeting met mijn kinderen. En toen heb ik ook echt... toen ben ik ook wel echt gaan huilen. In huilen uitgebarsten. En vroegen de kinderen ook, mama, waarom huil je? En toen zei ik ook van, ja, ik weet nu niet wanneer ik jullie weer ga zien. Nee, het is niet spannend om te doen. Je moet alleen goed staan. Je moet je ademhaling reguleren. En je moet je concentreren. Welkom bij het Rijnmond Nieuws. Onder de noemer Hoe gaat het met? Zijn we op bezoek bij de baby die afgelopen februari geboren is op de A13. Oftewel, de snelwegbaby. En hier zit ze naast me, Elise. Zwaai maar eventjes. Hallo mensen. Straks meer over Elise, maar nu eerst het nieuws uit de rest van de regio. Zeg maar tot zo. Tot zo. Een kind van 12 is vrijdagmiddag in een 6 meter diepe grot gevallen in Diergaarde Blijdorp in Rotterdam. Hij wilde volgens de brandweer zijn oma laten schrikken en ging daarom op een balustrade staan. De jongen verloor zijn evenwicht en stortte naar beneden. Gespecialiseerde brandweerlieden hebben hem uit de grot gehaald. Daarna is hij in een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Uit gevangenis De Schie in Rotterdam is vrijdagochtend een gevangene ontsnapt. De man van in de 20 heeft waarschijnlijk hulp gehad van een andere gedetineerde die net zijn straf had uitgezeten en naar buiten mocht. Mogelijk is hij in een blauwe vuilniszak door zijn vriend naar buiten gedragen. De politie heeft uitgebreid gezocht naar de gevangenen, tot nu toe zonder resultaat. Burgemeester Abu Taleb van Rotterdam verwacht dat er binnen een paar jaar een verbod komt op consumentenvuurwerk. Dat zegt hij in de eindejaarsuitzending van Politiek 010. Ik denk dat er op termijn een verbod gaat komen. Het is niet mijn intentie om het zelf te regelen. Een verbod kan alleen maar op nationaal niveau goed geregeld worden. En ik denk dat het een soort rijpinstijd die nodig is om deze kant op te gaan. Het zal denk ik een kwestie van een aantal jaren zijn en dan zijn we zover. Over een paar jaar geen vuurwerk meer? Nou ja, dat denk ik. Maar daarvoor moet de regering in Den Haag ook de balans opmaken. Ik denk, geen vuurwerk meer zou ik niet willen. Ik zou het een feestvuurwerk willen maken, zoals we dat in Rotterdam doen bij de brug. De burgemeester vindt het niet meer verantwoord dat we een traditie vieren waarbij elk jaar tientallen gewonden vallen. Ik weet niet of we bereid moeten blijven, ook de slachtoffers die daarbij horen, ook te aanvaarden. We organiseren met elkaar een crisis waarvan je van tevoren weet, op 1 januari zijn er slachtoffers. En ik denk dat die wijsheid een keer zou moeten komen. En dan moeten we als samenleving de balans op. Maar zolang politieke partijen denken dat de mensen daar moeite mee hebben, zullen politieke partijen het moeilijk vinden om de stap te zetten. Dus de steun voor dit soort vraagstukken moet vooral eigenlijk uit de samenleving komen. Ook de samenleving moet een keer willen zeggen van nou, dit is toch niet de goede richting. Laten we het met mooie feestvuurwerk organiseren, zoals bij de brug in Rotterdam. Toch denkt hij dat politieke partijen zo'n besluit niet gemakkelijk zullen nemen. Van mij mag je verwachten dat ik zal proberen hen te overtuigen. Iemand die een ander geloof overtuigen of te stappen naar een ander geloof, dat is moeilijk. Zelf wil hij volgend jaar in Rotterdam vuurwerk verbieden, behalve in aangegeven vuurwerkzones. Het volledige gesprek met burgemeester Abu Taleb is morgen vanaf 5 uur te zien hier op TV Rijnmond. Onder de noemer Hoe is het nou met? Brengen we weer eens een bezoekje aan de baby die in februari plotseling ter wereld kwam op de A13. Zij wordt ook wel genoemd de A13 baby, oftewel Elise. Goeiedag, Rijnmond hier. Kom binnen. Hoe gaat het met haar? Nou, het gaat goed. Ze groeit hard. En ze heeft eigenlijk best wel veel haast met geboren worden, maar ook met alle dingen doen. Ja. Maar voor de mensen die nou niet weten wat er nou precies gebeurd is, kan je dat nog eens eventjes uitleggen? Ja, dit is Elise. Die is op de snelweg geboren. En ze had een beetje haast toen. Op een gegeven moment dacht je van, nou ja, er zit wel wat aan te komen. En toen? We gingen toen vanuit hier, want we woonden toen net in Den Haag. En de verloskundige, alles was nog geregeld in Rotterdam. Dus wij gingen die kant op. En in de auto zei ik tegen mijn man van, ik kan het niet meer houden, ze komt. Dus hij in eerste instantie was, oké, plankgas naar het ziekenhuis. We moeten het ziekenhuis redden. Maar ondertussen hadden we ook de ambulance gebeld. De ambulancemedewerker zei, nou, je kan beter stoppen. En dan komt de ambulance eraan. Ik denk dat dat veiliger is. Was je niet vreselijk geschrokken eigenlijk? Ja, iedereen vraagt dat, maar op dat moment, ik weet niet. Je gaat gewoon in een andere modus eigenlijk. En je denkt gewoon van, ja, het moet gewoon. Je kan niet, je kan niet zeggen, stop. Dat gaat niet, je kan het niet tegenhouden. Dus
zo is het gegaan eigenlijk. Wat dacht jij toen ineens, toen je dacht van nou, dit gaat wel erg rap? Ja, ik dacht, we moeten het gewoon samen doen. Ik trok de broek uit en ik zag het hoofdje al. En daarna ging alles gewoon heel snel. Heb ik haar eruit getrokken en op de borst gelegd met de windjas omheen. En gewacht op de hulpdiensten. Ik bleef wel heel kalm, want ik wist natuurlijk bij die andere bevalling was ik erbij. En ik wist ook wel een beetje hoe ik moest gaan handelen. Nou, je hebt een hoop kinderen, dus je bent wel een beetje ervaringsdeskundige. Ja. En toen, wat gebeurde toen? Er was heel veel pers ineens op jullie dak, hè? Dat was nogal wat. Nou, er was één nichtje van Sonner en die had geschreven welkom nichtje of welkom mijn nichtje. En daar hebben heel veel media op gereageerd van, oh, je kent haar, mogen we contact? En nou goed, dus hij had zoiets van, oh ja, leuk hè? Toen ineens was het een hele hype geworden. Dus daar waren we wel een beetje van eerst geschrokken. Voor mij was het eerst belangrijk dat het met haar allemaal oké was. Dat het met haar goed ging. En dat was gelukkig zo. Dus, Ja, dan is natuurlijk de vraag, nog een kind? Of, Nee. Wij hebben nu 4 dochters. En het is echt goed. Wij zijn echt compleet. Elis is heel bijzonder en dat was een goede afsluiter, zeg maar. We gaan niet meer verder. Je hebt niet zoiets van, nou ja, in 2019 doen we er nog wel een. Nee. We weten nou hoe het moet. We doen het zelf wel, de bevalling. Nee. Het is echt goed zo. Ja. De beste wensen en alvast een gelukkig nieuwjaar van de familie Ino. Yay! Moeder Danielle van der Plicht moet het deze feestdagen nog steeds doen zonder haar dochters Celia en Semia. De zusjes uit Oud-Beierland werden nu 1,5 jaar geleden door hun vader ontvoerd in Turkije. 1 september was de laatste ontmoeting met mijn kinderen en toen heb ik ook echt, toen ben ik ook wel echt gaan huilen, in huilen uitgebarsten en vroegen de kinderen ook, mama, waarom huil je? En toen zei ik ook van ja, ik weet nu niet wanneer ik jullie weer ga zien. Begin oktober besloot de rechter in Turkije dat de meiden bij hun moeder horen te zijn. Dat leek goed nieuws, maar vervolgens dook de ex-man van Danielle met de kinderen onder en ontbreekt ieder spoor. Hij is spoorloos met de kinderen, dus ik weet ook niet hoe het met mijn kinderen gaat, hoe ze daaraan toe zijn. Maar ja, het lijkt mij gewoon dat als je dat zo in kan vullen. Ze gaan denk ik niet naar school, want anders zouden ze wel ergens geregistreerd moeten staan. Dus ja, ze worden eigenlijk onthouden van alle basisdingen die een kind eigenlijk nodig heeft in het leven. Klasgenootjes van Celia en Semia organiseerden dit jaar nog een sponsorloop om de moeder te helpen. Met de kosten voor de advocaat en het vele reizen van en naar Turkije. Ik ben echt super dankbaar. Ik ben echt in totaal 11 keer naar Turkije geweest. Ja, zonder alle steun van alle kinderen, ouders en andere mensen die mij financieel gesteund hebben en ook mentaal gesteund hebben, ja, had ik dit gewoon ook niet kunnen volhouden. Had ik dit niet kunnen doen. Op het moment kan Danielle weinig meer doen dan afwachten en politie en justitie in Turkije hun werk laten doen. Ze houdt zichzelf op de been door veel te werken en te sporten. Het allerbelangrijkste is gewoon, ik wil sterk zijn voor wanneer mijn kinderen terugkomen. En dan wil ik niet dat er een verslagen moeder zit. Dus zo hou ik het vol. Hij komt deze zomer naar Rotterdam voor een reeks afgeladen concerten in de Kuip. Marco Borsato. Met alle 50.000 die jouw liedjes staan mee te zingen. Ja, ik krijg er een beetje kippenvel van. Dit is wat ik het liefste doe. En dit is het allermooiste poppodium wat we in Nederland hebben. Hey! En wie daar dolgraag bij wil zijn om een duet te zingen is zangeres Marjorie Lammerts. Er is zelfs een actie gestart om haar droom uit te laten komen. De kapelse die opgroeide in Rotterdam weet precies wat ze wil op de grote dag. Een heel mooi duet. Een prachtige outfit. Haartjes helemaal goed. Ja, ik zou daar gewoon heel graag deel van uit willen maken. Haar loopbaan gaat al ver terug. Marjorie zong in de succesvolle band Mai Tai en scoorde meerdere solo-hits. Borsato kwam ze af en toe wel eens tegen in het circuit. Leuke collega. En toen gebeurde er iets bijzonders. Een vriendin van mij die is kaartlegster. En eigenlijk heeft ze in een legging, heeft ze dat dus voorspeld 2 jaar geleden. Van nou ja, jij gaat gewoon iets met hem doen. Jij gaat met hem zingen. Mooier kan het niet zijn. In de Kuip. In mijn oude vertrouwde wijkje. Ja, daar moest ik gewoon iets mee doen. Kun je het aan, denk je?
Aan kan ik het zeker. Ja, aan kan ik het zeker, ja. Ik heb voor hete vuur gestaan. Ja. Als je daar eenmaal staat en je hoort de mensen zingen en je ziet de mensen staan en genieten, geeft dat wel een extra boost. Natuurlijk. Wat zou je willen zingen, weet je toch? Wat gaat dat het worden? Dat weet ik niet, want je bent een beetje aan het fantaseren natuurlijk. Maar ik denk, het wat bij mij past, denk ik dat ik ga voor Every Time I Think of You. Every time I think of you. Every time I think of you. Nou Marco, je hoort het. Ik ben alvast begonnen met leren. Ik hoor je snel. Stanley Brart is weer terug als hoofdjeugdopleiding van Feyenoord. De 60-jarige Brart bekleedde die functie van 2005 tot 2013 al eens en met succes. Onlangs werd Richard Grootscholte als hoofdjeugdopleiding ontslagen en lijkt het een puinhoop op Varkenoord. Ja, er zijn natuurlijk heel veel ideeën over hoe er opgeleid moet worden. Nou, toen het niet zo goed ging, zei hij, ja, moet alles overboord. En nu gaat het weer goed. Dus het gaat alle kanten uit. Maar het belangrijkste is dat Feyenoord zijn eigen lijn gaat doortrekken en zijn eigen richting gaat bepalen. Kan Feyenoord zich meten met de top, met Ajax en PSV, met de jeugdopleidingen? Er staan er nu ook jongens als Dylan Vente, Tyron Malasia. Die jongens spelen nu ook vaak. Maar misschien hebben zij nog niet het niveau echt om Feyenoord beter te maken. Moet dat niveau omhoog? Wat ik zeg, elk jaar of elke keer dat je spelers afleidt, moet het niveau hoger. En ook als je zeg maar Europa League speelt of je speelt Champions League, daar worden ook andere dingen gevraagd. Nou, daar moet je aan gaan werken en gaan aanpassen. En ook de eisen natuurlijk veranderen. Nu en van volop. Voor ons staat aan de top de schutterij. Per 1 januari 2019 hoort de gemeente Vijfheerenlanden niet meer bij de provincie Zuid-Holland, maar bij Utrecht. En daarom nemen we in de laatste week van 2018 afscheid. Vandaag van het schuttersgilde Sint-Antonius-Sint-Martinus. Zuid-Holland verliest een zeldzame vereniging. Zuid-Holland had maar 1 gilde, dat waren wij. En nu gaan we naar Utrecht en betekent dat Utrecht er een gilde bij krijgt bij het gilde wat ze al hebben in Soest. De koning van het schuttersgilde is Gratia Brandt. Ze is de beste schutter van het gezelschap. De bedoeling is om dat plaatje wat daar 12,5 meter hoog op die paal zit, er vanaf te schieten. Wij zijn zeg maar een voorloper van de wat ooit politie geworden is. En nu nog staat hoog in ons vaandel geschreven dat we uit willen dragen, dat we zorg willen hebben voor elkaar en voor de gemeenschap. Is het nou ook spannend om het te doen of niet? Nee, het is niet spannend om te doen. Je moet alleen goed staan, je moet je ademhaling reguleren en je moet je concentreren. Je schiet wel alles raak, hè? Maar daarvoor ben ik ook koning. Koningin? Nee, ik ben een koning. Oké. Op papier heet het koning, maar in de gewone volksmond zo ben ik nu eigenlijk koningin. De gemiddelde leeftijd bij ons is tamelijk hoog en wij zoeken zeker mensen in de categorie van 35, 40, 45. Maar natuurlijk zijn we ook heel blij met jongelui van rond de 20. Yes! Dit was het Rijnmond Nieuws. Ga voor meer nieuws naar rijnmond.nl of kijk even gezellig in onze gratis app. Meteen aansluitend hebben we het jaaroverzicht van Sportclub Rijnmond. En ik zie u later weer. Tot ziens!